eerste testrun. Ventilator draaiend, compressor draaiend, waterpomp draaiend. En nu voelen of het water warm wordt. Nog niet echt, deze is lauw. Maar deze is nog koud, dus hij wordt al wat warmer. Moet ik gaan opblazen? Even aan het gang komen natuurlijk. Hè? Nou, dan zijn we nu al een tijdje verder. Ik heb even 5 minuten hem laten draaien. Het was nog even een probleempje de pomp te ontluchten. Daar had hij nog even wat problemen mee. De gebruiksaanwijzing zegt van ja, denk erom. De richting moet wel zo wezen, anders wil hij niet zelf ontluchten. En dan heb ik hem een tijdje laten draaien. Ik zal het even uitleggen. Hier komt het water eruit. En hier gaat het water naar de warmtewisselaar toe. De warmtewisselaar zit hier, binnenin. En daar komt de warmte uit die uit die koelkast gewonnen is met die propeller. Nou, dat was het. Dat was weer een Hemtron filmpje. Oh, ben ik nog vergeten te vertellen. Vierkantje. En nu filmen we. En laat ik nog even zien, hier met mijn hand. Dit was net water bovenuit de tank, 4 graden. En ik schat het is nu een graad of 25. Heeft hij 5 minuten gedraaid. Dit is ongeveer 50 liter. Nog een Hemtron filmpje.